Welkom bij Opruimen en Organiseren kun je leren. En ik duik er gelijk in vandaag. Ik ga het met je hebben over opruimvaardigheden. En ja, wat zijn opruimvaardigheden? Wat leveren ze op als je erover beschikt eigenlijk? En hoe leer je ze aan? Dat is ook heel erg belangrijk. Want opruimen is een vaardigheid. Hè? Mensen denken vaak van opruimen, dat is toch geen vaardigheid, dat kun je gewoon. Maar opruimen is eigenlijk een vaardigheid dat als je die beschikt, dan ben je eigenlijk in staat om ruimtes efficiënt en effectief op te ruimen en te organiseren. Je kan spullen ordenen, je kan beslissingen nemen over spullen. Je weet hoe je ruimte logisch indeelt, je weet hoe je spullen logisch vaste plekken kan geven. En je weet natuurlijk heel belangrijk ook uiteindelijk hoe je de rommel dus ook de baas kan blijven. En je weet dus ook manieren hoe je het opgeruimd kan houden. En wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind bij dit hele opruimproces eigenlijk. Het is misschien niet zozeer een opruimvaardigheid. Maar ik besteed er in mijn online programma ook echt aandacht aan. Dat je het voorkomen van rommel, dus het voorkomen van opruimen. En dat is onder andere dus het bewuster shoppen. Dus het kritische kijken naar wat er binnenkomt. Dus het is misschien niet geen opruimvaardigheid, maar het zorgt er wel voor dat je minder hoeft op te ruimen. Als je dat goed kan. Opruimvaardigheden. Nou, dit zijn dus heel veel vaardigheden die daaruit bestaan. Heel veel. Die kun je dus gewoon leren. En daar kun je ook heel veel profijt van hebben als je ze goed kan. Want daardoor kun je je opruimklus eigenlijk sneller doen en vaak ook met een beter resultaat. En toch zijn er vaak mensen sceptisch over wat ik doe, of ze begrijpen het niet. En sommigen twijfelen van wat we doen, dat is toch onzin. Mensen moeten toch wel zelf kunnen opruimen. Hè? Ik heb ook wel eens een reel geplaatst dat iemand er dan bij zit van nou, wat onzin dat je dit gaat promoten, dat opruimen. En moeten mensen toch wel zelf kunnen, wat een onzin. En weet je, die mensen denken waarschijnlijk dat opruimen alleen maar spullen weggooien is. Maar dat is natuurlijk ook niet. En ik heb vorige week mijn eerste opruim kickstart sessie gegeven aan iemand 1-op-1. En zij gaf ook aan, mijn man die vindt het eigenlijk ook onzin dat ik jou vraag. Want die denkt wel, waar zijn jullie nou met z'n tweeën nou doen? Maar ze zei ook van, ik weet zeker als ik nou aan de slag ga, want ik heb nou dit plan. En als ik aan de slag ga en als ik dadelijk die kamer ga omtoveren, dan denk ik dat hij de meerwaarde er wel van in gaat zien. Want ze zegt ook, ik sta nu stil, ik doe nou niks en ik weet niet hoe en waar ik moet beginnen. Dus als ik dadelijk ga beginnen en er echt veranderingen komen in die kamer, dan wordt het wel anders. En wat wordt vergeten vaak bij het opruimen, is dat je ook over de vaardigheid moet kunnen beschikken om een plan te kunnen maken. Met concrete acties, zodat je ook aan de slag gaat. Hè? Misschien kan je heel goed beslissingen nemen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van het opruimen. Maar als je door overweldiging niet weet waar en hoe je moet starten. En je dus ook niet begint. Dan heb je ook niks aan die vaardigheid dat jij goed keuzes kan maken over spullen. Want opruimen is, wat ik al zei, is meer dan spullen weggooien. Je moet ook leren dus hoe je dus ook zo'n plan maakt waar je jezelf ook aan kan houden. Hè? Want wat behapbaar is, wat afgestemd is op jouw agenda. Zodat je het ook gewoon echt gaat doen en dat je het ook volhoudt. Want als je dan helemaal begint, dan moet je ook nog zorgen dat je het volhoudt en dat je de klus afmaakt. En dat vormt gewoon de basis. En als je dat niet kan en als je ook niet nadenkt, hè, als je dus niet weet hoe je een plan moet maken en als je niet nadenkt over doelen, dan kun je misschien beginnen, maar op den duur ben je dan waarschijnlijk als een kip zonder kop door je huis aan het rennen en weet je eigenlijk niet wat je aan het doen bent en krijg je niet het gewenste resultaat. En waarom? Omdat je er niet over na hebt gedacht wat dat gewenste resultaat moet zijn. En je moet nadenken over de ruimte waar je gaat opruimen voordat je gaat opruimen. Wat wil je ermee? Hè? Welke functies heeft die ruimte? Zo zei een deelnemer van mijn online programma, die zei laatst ook van, doordat ik zo goed heb nagedacht over die ruimte, kan ik hem nu veel makkelijker onderhouden, opgeruimd houden.
Dus met een plan, of beter gezegd, zeg ik altijd een actieplan, hè, want dat impliceert, dat is het, ja. Dat impliceert ook meer dat je het gaat doen, hè, actieplan. En ja, dus dat is het eerste wat je nodig hebt, dat je dat ook kan. En daarom heb ik eigenlijk ook die opruim kickstart sessie gemaakt, om je daarbij te helpen, zodat je ook goed van start gaat en van start gaat. Hè? Want je kan allerlei dingen willen, maar je moet het vooral met opruimen, moet je het vooral ook gaan doen. En in zo'n actieplan moet je het dan ook, hè? Maak ik het eigenlijk heel concreet met je en heel erg drempelig, dat je eigenlijk geen excuses meer hebt om het niet te doen. Ik ga samen met jou overzicht creëren wat je allemaal moet doen, met concrete taken die makkelijk zijn. He, dus dan ga je het ook gewoon doen en he, dat is het belangrijkste en dat heb ik denk ik al 100.000 keer gezegd. Het allermoeilijkste aan opruimen is het beginnen. En het is fijn als je dan een plan hebt waar je mee aan de slag kan, zodat je ook kan gaan beginnen. Dus daar help ik je graag bij. Nou, wat zijn er nog meer opruimvaardigheden? Naast het maken van zo'n plan is natuurlijk ja, besluitvaardigheid. He, dat je het vermogen hebt eigenlijk om beslissingen te nemen. De een kan dat heel makkelijk en de ander heeft er heel veel moeite mee. En als je er heel veel moeite mee hebt, ja, dan moet je leren eigenlijk ja, te kunnen kijken van wat is waardevol voor mij. Je moet leren kritisch te kijken. Je moet eigenlijk als het ware je spullen gaan analyseren waarom, wel, ja, waarom iets wel of niet in je leven past. En daar moet je ook van tevoren over nadenken. En er zijn natuurlijk allerlei manieren en methodes voor om dat te doen. Maar die kun je jezelf ook gewoon aanleren. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een hele uitgebreide opruimbooster. Dat zijn inspirerende video's die op mijn online academie staan. En die gaat ook over het loslaten van spullen. Ook specifiek over spullen met emotionele waarde. Bijvoorbeeld van overleden personen. Dus denk jij, ik kan iets wegdoen, geloof me, dit kun je echt leren. Je kunt echt leren hoe je makkelijker spullen kan loslaten. En daar ga ik in die opruimbooster ook dieper op in. Dan, ja, het vermogen of eigenlijk de kennis die je hebt om ruimte en spullen logisch in te delen. Dus eigenlijk je organisatie. Vaardigheden. Hoe goed kun jij een ruimte organiseren, je spullen organiseren? En soms denken mensen, ach weet je wat, ik koop gewoon wat organizers, ik gooi alles netjes in bakjes en klaar. Nou, helaas, zo werkt het natuurlijk niet. Het organiseren van je spullen doe ik echt pas op het allerlaatste moment. Je moet eerst gaan opruimen en daarna ga je erover nadenken. En je moet er ook echt over nadenken, over een systeem waar je welke spullen neer gaat zetten, welke spullen bij elkaar horen. Omdat er ook voor zorgt, want als je een systeem creëert wat niet werkt, dan blijven die rommelplekken terugkomen. En dat wil je natuurlijk niet. En het is natuurlijk heel belangrijk om het opgeruimd te houden. En daarbij helpen vaste logische plekken enorm mee om ervoor te zorgen dat je het opgeruimd houdt. En het is ook heel belangrijk om ja, bij het creëren van die vaste logische plekken de rest van je gezinsleden te betrekken, zodat het niet alleen voor jou, maar ook voor de rest van het gezin vaste logische plekken zijn. Nou, ik heb daar natuurlijk een methode voor om je daarbij te helpen. En je kan het jezelf zoveel makkelijker maken. Mensen denken er soms heel moeilijk over na, over die plek om die te creëren. Maar het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En daar help ik je heel graag bij. Want het is zonde van je tijd om daar heel lang over na te gaan denken. En heel moeilijk over na te gaan denken en dat het dan ook niet werkt. Dus ik heb daar een hele simpele methode voor eigenlijk die je daarbij kan helpen. En ik vind het ook gewoon heel leuk. Hè? Want ja, ik vind het gewoon heel leuk om jou te leren. Ja. Hoe je snel en doeltreffend opruimt en niet alleen dat, hoe je snel keuzes maakt. Dus ja, vind ik gewoon heel leuk om te doen. Daarom heb ik eigenlijk ook deze podcast toegemaakt, omdat ik heel graag mijn kennis gewoon wil delen. Nou, een andere opruimvaardigheid is het vermogen eigenlijk om je ruimte te kunnen onderhouden. Hè? Met andere woorden, hoe je het opgeruimd houdt. En dat doe je door bepaalde opruimgewoontes aan te leren. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden voor die je kan toepassen.
En ik heb er ook een heel overzicht van. En een uitgebreide video, weer een uitgebreide opruimbooster. Weer een opruimbooster, ja. En daar staan dan dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en ook jaarlijkse of per kwartaal opruimtaken, opruimgewoontes op die je kan doen. Misschien moet ik het even toelichten, want ik weet, er zijn natuurlijk altijd mensen bij die net voor het eerst luisteren en die horen iets van opruimbooster. Nou, opruimboosters, die zijn nu nog onderdeel van mijn online programma in 6 stappen naar een opgeruimd huis. Nu nog wel zeker, dat kan gaan veranderen, maar het zijn eigenlijk masterclasses, zo moet je het zien, maar daar vond ik geen leuke benamingen voor, dus ik noem dat opruimboosters. Maar dat zijn dus inspirerende video's waarbij ik dieper op een onderwerp inga. En is dus nu nog onderdeel van mijn online programma. Nou, een andere belangrijke vaardigheid waar je die onderdeel is van het opruimen, is een stukje tijdmanagement. Hè? Duur woord, maar dat je weet hoe je je tijd efficiënt kan indelen. Passend in je agenda, zodat je het ook gaat doen. Hè? En daarbij is dus ook heel belangrijk dat je goed kan inschatten hoeveel tijd je kwijt bent met een klus. Want als je iets inplant, bijvoorbeeld een grote taak, en je tijd is op, je moet ergens naartoe en je bent eigenlijk pas halverwege en alles ligt overhoop, dan is dat heel vervelend. Dus daarom is het ook heel belangrijk om te leren hoe je een opruimtaak zo concreet mogelijk maakt, zodat je beter kan inschatten hoeveel tijd je nodig hebt voor zo'n klus. En dat je dus niet halverwege met een huis helemaal overhoop ligt, weg moet. Ja, want het geeft meer voldoening als je je tijd goed kan besteden, die opruimtaak helemaal af kan maken. Dat geeft meer voldoening dan dat je het met een puinhoop achter moet laten natuurlijk. En welke vaardigheden zijn nog meer belangrijk? Nog even denk in het kort prioriteiten stellen. Hè? Nou, wat doe je eigenlijk als je een plan maakt? Wat ga je eerst doen? Hè? Gestructureerd werken met de logische volgorde. En bijvoorbeeld hè, met de logische volgorde, want je gaat bijvoorbeeld niet beginnen met de spullen met emotionele waarde. Dat is dus één tip die ik je in ieder geval al mee kan geven, want dat stagneert enorm. Dat zijn spullen die je echt op het laatst moet bewaren. Kortom, wat ik al zei, opruimen is dus meer dan enkel spullen wegdoen, dan spullen minimaliseren. Er komt veel meer bij kijken. En ja, ik vind het superleuk om dat jou te leren. En ik vind het leuk om kennis op te dragen, om mensen vaardigheden aan te leren. En misschien, ik heb nog een vaste baan in het onderwijs. Ik ben zelf geen docent hoor, maar misschien dat ik dat toch een beetje meepik, dat dat toch een beetje door mijn bloed stroomt. Dat ik dat gewoon heel erg leuk vind om mensen iets te leren. Iets waar ze de rest van hun leven plezier van hebben. En ik vind het ook altijd heel mooi om te zien als dat op een gegeven moment ook bij iemand gewoon lukt. En vooral hè, als ik foto's zie in mijn community, voor- en na-foto's van mensen van een rommelige ruimte en een opgeruimde ruimte hebben gemaakt, dan ben ik echt wel een beetje trots op mezelf. Want wat levert het nou op als je die vaardigheden wel hebt uiteindelijk? Hè? Je wordt productiever, hè? Dat sowieso. Hè? Productiever, je kan productiever en je ruimt meer op, denk ik, in kortere tijd. Het gaat allemaal sneller. Tijdbesparing, dat is ook zeker iets wat erbij hoort, want je bent gewoon sneller klaar met je opruimklus. En wat ik al zei, ook waarschijnlijk met een beter resultaat. En ook minder stressen. Als jij iets kan op een gegeven moment, dan wordt het ook leuker om te doen dan wanneer iets lastig is, waarbij je heel lang over na moet denken. En als jij over deze vaardigheden beschikt en als je die eigen hebt gemaakt, dan wordt het gewoon leuker om te doen en dan gaat het vaak ook veel beter. Hè? Dan kom je uiteindelijk ook in die opruimflow, wat ik al vaker heb genoemd in deze podcast. En dan ben jij niet meer te stoppen en daar doe je het voor. He, nou, ik inspireer vooral met deze podcast en ik geef natuurlijk ook wel adviezen, maar hoe je je echte opruimvaardigheden leert en alle tips en tricks die erbij komen kijken, die handig zijn om te weten, die leer je natuurlijk pas echt als je met mij werkt. Ik leer je hoe je een plan kan maken, te beslissen over spullen, hoe je een logische indeling maakt, hoe je je tijd kan inplannen, hoe je categorieën maakt, hoe je functioneel opbergt. En niet alleen natuurlijk vaardigheden, maar ik geef je natuurlijk ook graag heel veel motivatie en een schop onder je kont. Een liefdevolle schop onder je kont, als je die nodig mocht hebben. Dus, met deze podcast, met deze aflevering, hè, als er dus mensen zeggen,
onzin om een opruimcoach in te schakelen. Want opruimen moet je toch wel zelf kunnen. Dan kun je dat heel makkelijk weer leggen, hè, door deze vaardigheden op te noemen. Dat er dus veel meer bij komt kijken. En misschien kan je dat heel goed zelf. Maar kan je het misschien wel sneller als je de juiste vaardigheden leert. Ik geef altijd ook het voorbeeld van een personal trainer bij de sportschool. Als jij wil afvallen, kan ik ook zeggen, ja, daar heb je toch geen personal trainer voor nodig. Want ach, je gaat minder eten en je gaat meer sporten, dan lukt het ook. Maar als iemand jou leert welke oefeningen goed voor jou zijn, die bij jou passen, een schema voor jou maakt, dan wordt het een stuk makkelijker. Heb je er meer plezier in en zie je eerder resultaat en dat motiveert om door te gaan. Dus dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met opruimen. Als je uiteindelijk iemand jou leert, die vaardigheden leert, hoe je het moet doen, krijg je er meer plezier in, kom je in die opruimflow, krijg je resultaat en ga je lekker doorpakken. Dus als je nu aan het aanklooien bent met opruimen, bijvoorbeeld je doet overal wat, of je begint in de ene kamer, eindigt in de andere kamer, je kan iets wegdoen, je hebt geen idee hoe je logische vaste plekken creëert. Ja, hè, dan ga je niet lopen aanrommelen. Hè, dan ga je ook niet het gewenste resultaat krijgen. Dus dan is het geen onzin of raar als je een opruimcoach vraagt of een training aanschaft om dat te leren. Een andere deelnemer van mijn online programma, ik ga geen namen noemen, maar hij stuurde mij een tijdje terug een mailtje. En hij zei, ik heb mijn woonkamer, mijn keuken en mijn slaapkamer opgeruimd. En die zijn nu al maanden opgeruimd. En dat had hij eigenlijk nog nooit eerder gehad. Dus met andere woorden, als je het goed aanpakt, de ruimtes, en dan ga je daarna zoveel en zo lang plezier van hebben. En dat is ook waar je het voor doet natuurlijk. Dat je ook niet eeuwig blijft opruimen overal. Nou, je weet nu welke vaardigheden je nodig hebt om succesvol op te ruimen. Nou, als jij deze vaardigheden leert, dan heb je daar dus de rest van je leven plezier van. Want heel eerlijk, opruimen houdt nooit op. Dus erin investeren is, hè, een slimme zet om dat te leren. En denk jij, ah ja, Christel, er zijn wel wat vaardigheden die ik zou kunnen leren. Nou, dan ben ik er voor jou. Ik heb natuurlijk een 6-stappen-methode. En die heb ik verwerkt in mijn online programma in 6 stappen naar een opgeruimd huis. En ja, dan leer ik je deze vaardigheden natuurlijk. En daar kun je altijd op mij terugvallen als je ergens tegenaan loopt. We hebben natuurlijk de maandelijkse Q&A's. En deelnemers van mijn online programma hebben eigenlijk altijd een streepje voor. Ja, als ik iets nieuws ontwikkel, dan zijn zij degene die daar soms ook gratis gebruik van mogen maken om dat soort van te testen. Zoals bijvoorbeeld die opruim kickstart sessie die ik 2 weken geleden heb gedaan met een groepje deelnemers. En die was heel zinvol en daarna baalden er een hele hoop anderen dat ze niet waren aangehaakt. Dus toen heb ik mijn hand op mijn hart gestreken. Ik zeg, nou, op 31 januari doe ik nog 1 sessie waarmee jullie gratis kunnen deelnemen. En dat was dan ook de laatste kans om gratis deel te nemen. Dus dan krijgen zij nog zo'n opruim kickstart sessie met de groep. Ja, dat krijg je dus bij als je mijn online programma volgt. En ja, naast dat ik ze natuurlijk, hè, dus ik help ze dan op weg met dat actieplan, met de opruim kickstart sessie. En daarna kunnen zij gewoon weer lekker verder met het online programma. En ik ben het programma ook steeds verder aan het, ja, optimaliseren, aan het uitbreiden. Hè, bijvoorbeeld met die opruimboosters. Dus het programma wordt ook steeds uitgebreider. Ja, zal het natuurlijk wel duurder worden, omdat het natuurlijk ook waardevoller wordt. Dus, maar goed, dat is niet voor de huidige deelnemers. Als je nu instapt, dan profiteer je met al die extra voordelen die je er nu gewoon gratis eigenlijk bij krijgt. En bijvoorbeeld zo'n try-out van een opruim kickstart sessie, daar kun je dan gratis gebruik van maken. Als je, ja, 31 januari, en dat is volgens mij vandaag als de podcast plaats. Dus als je nou denkt van, daar wil ik nog wel bij zijn, nou dan moet je snel beslissen. Ik zal de link in de show notes zetten van mijn online programma. Kun je eens kijken of het wat voor je is. En als je denkt van, nou, ik ben wel geïnteresseerd in een opruim kickstart sessie. Die doe ik nu nog 1-op-1. Zal later waarschijnlijk ook in groepen zijn, maar doe ik nu nog 1-op-1. In een pilotvorm. Dus als je denkt van, nou, dat kan ik wel gebruiken, dat lijkt me wat, kun je ook altijd even contact met me opnemen via info@personalorganizerchristel.nl. Dus mogelijkheden genoeg om aan de slag te gaan met jouw opruimplus. Doe dat nou ook gewoon, want het levert je zoveel op. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik wil je
bedanken voor het luisteren of voor het kijken. Laat een leuke review achter. 5 sterren op Spotify. Maak je mij heel blij mee. Like, abonneer op YouTube. En dan zien we elkaar snel weer.